door het hele land door doen mensen de meest bizarre dingen om geld op te halen voor Stichting Ales. Hier achter mij zitten een aantal gasten. En op dit moment zijn zij begonnen aan een livestream die 48 uur zal duren. En voor elke 100 euro die ze ophalen, doen ze een challenge. Jullie roepen nu heel hard boodschap. Dat is een teken dat de eerste 100 euro binnen is? Dat is, ja, eigenlijk wel. We hebben de laatste 20 erbij gekregen. De eerste 100 is Cinnamon Challenge. Het is kloten, maar het is wel het is voor het goede doel. Hier heb je een lepeltje met kaneel, jongens. Echt een sadisme. Ja. 3, 2, 1, naar binnen. Oei, oei, oei. Oh. Jee, gaat hij? Wat kut is! Doneer voor Stichting ALS. Ik kan niet normaal praten dan dit. Boodschap! De volgende 100 euro is binnen en dat betekent dat ik ga mogen waksen. Ja, ga maar liggen. Op het moment dat ik die waxstrips bij jou eraf haal, dan moet jij eventjes zeggen doneer aan Stichting ALS, oké? Okay? Ben je er klaar voor? Ja, is goed. Gaat hij nog? Ja hoor, nog wel. Doe ik je emotioneel leed aan? Nog niet. Oké, okay, super. Doneer aan ALS! Nog een keer! Doneer aan ALS! Ik moet eigenlijk naar boven trekken, dommer pijn. Doneer aan ALS, au! Kut. U hoort het, doneer aan Stichting ALS.